Tienduizenden militairen worden ontslagen, kazernes gesloten en tanks verkocht. En dat allemaal om 1 miljard euro te bezuinigen. Maar tegelijk pompt minister Hille van Defensie een paar honderd miljoen euro in de aanschaf van onbemande vliegtuigjes om de vijand uit te schakelen. Want die horen bij een modern leger, vindt de minister. Terroristen van Al-Qaeda, Taliban-strijders en andere moslimfundamentalisten vrezen het onbemande vliegtuig. Tientallen tegenstanders van het Westen zijn ermee gedood. In Afghanistan, Pakistan en Irak. De Amerikanen zijn enthousiast over het wapen dat de eigen mensen niet in gevaar brengt. Want op grote afstand met een joystick wordt het vliegtuig naar zijn doel gestuurd. Maar er vallen ook onschuldige slachtoffers. Dat er doden vallen is niet te vermijden. Bij oorlogszitje heb je altijd te maken met wapens die mensen doden. Je bent het veiligste voor je burgers. En het veiligste ook in de slag op het moment dat je wapens hebt die de tegenstander aankunnen. Nederland schaf binnenkort 4 onbemande vliegtuigen aan, met een optie op nog eens 4. In eerste instantie om inlichtingen te vergaren. Maar Hille sluit niet uit dat onder de vliegtuigen bommen komen te hangen. De vliegtuigen kunnen ook worden gebruikt bij politieacties, zoals het ontruimen van een kraakpand. Of om grote mensenmassa's in de gaten te houden. Als middel voor integratie, dat uit verschillende culturen je mensen samen dingen laat doen. Er zijn een heleboel jonge mensen die bij de krijgsmacht gaan werken en die daar hun veiligheid vinden, hun kaders vinden. En daardoor, terwijl ze misschien daarvoor heel onevenwichtig waren, heel evenwichtig worden en daardoor een goede toekomst kunnen maken. Vroeger zeiden ze altijd, de dienstplicht maakt een vent van je. De dienstplicht is niet de correctie voor een slechte opvoeding. De dienstplicht is niet de correctie voor een samenleving die geen normen stelt. Het moet dus een verlengstuk daarvan zijn. En heel veel mensen willen eigenlijk dat de krijgsmacht dan een soort correctie is op alles wat er daarvoor fout gegaan is. Zo gaat het niet. Je moet elkaar goed begrijpen. Het moet aanvullend zijn. Maar ja, de krijgsmacht kan inderdaad best wat doen. Militaire dienstplicht invoeren zou wel kunnen, maar de laatste militaire dienstplicht was 3 op de 10 jongens, 0 op de 10 meisjes. Dat wil zeggen, dan moet je het evenwichtiger doen. Dan is het 10 van de 10 meisjes en 10 van de 10 jongens. Dag 1 na de vakantie en er is meteen een rel. Dit keer rondom uitspraken van minister Hille. Verbijsterend. En ik vind het de zoveelste blunder op rij van deze minister. Hille zegt in Vrij Nederland: we moeten oppassen dat we onze mooie Nederlandse gevoelens niet projecteren op de harde werkelijkheid in een oorlogsgebied. De Kamer kan wel zeggen het is een civiele missie, maar het is vooral militair. Uit de tekst zou blijken dat het om een militaire missie gaat. Dat is het niet, dat vindt hij ook niet. Want de militaire missie, daar voelen ze niks voor bij GroenLinks. En Hille was al niet populair. We hebben natuurlijk eerst gezien dat hij eigenlijk niet achter de bezuinigingen stond die hij voor zijn eigen departement moest plegen. Hij heeft geplunderd bij de helikopteraffaire. En nu zien we dan een minister van Defensie die eigenlijk niet snapt wat zijn eigen mensen in Koenders aan het doen zijn. Dus wil de Tweede Kamer een brief. Dat moet een literair hoogstandje worden. Waarin staat dat een missie met heel veel militairen daarmee nog geen militaire missie hoeft te zijn. Maar wat ik wel wil benadrukken is dat de Kamer in welke vorm dan ook vanuit verschillende kanten afgelopen jaren herhaaldelijk gewezen heeft op de rapporten die er waren, informatie die er was. En misschien is het wel zo dat een aantal dingen toch gewoon genegeerd zijn. Want ontwikkelen, testen en produceren is een discussie geweest die al jaren gold. Ook als het gaat om de computersimulaties, jaren is daar discussie over geweest. Dus niet zo dat in één keer iemand het licht heeft gezien. Nee, er waren waarschuwingen, er waren rapporten, er waren mensen die erover nagedacht hadden. Er zijn andere keuzes gemaakt. De minister zegt nu, en dat is een belangrijke voorzitter, de minister zegt nu, er zijn grote fouten gemaakt. Als deze minister, die het ook heeft gehad na zijn aantreden direct over draagvlak voor de krijgsmacht in de samenleving. Dit project is een project wat in de samenleving niet lekker ligt. Dit is een project wat op verschillende manieren bediscussieerd is. Dit is een project waar iedere keer gezegd wordt van daar kunnen we geld halen. Nee, zal ik u zeggen, ook ik voorzitter de feiten zijn. We hebben meer dan 300 miljoen nu geïnvesteerd. Daar hebben we handtekening voor gezet, dat is wat er is. En de rest is PM in de begroting als ik het goed heb. Dat is wat er ligt. En nog een aantal andere zaken die we ook hebben liggen. Voorzitter, er zijn fouten gemaakt rond dit dossier. Zegt de Pentagon met zoveel woorden, zegt de minister dat ook. Dat is mooi dat dat helder is geworden. Ik zou zeggen, was er niet aan begonnen. Maar we zijn nu eenmaal zover gekomen. En ik vind het ook zo ongepast, het hele debat eigenlijk over de aanschaf van een nieuwe jachtbommenwerper in tijden van een zware economische crisis. En waarbij echt alles ter discussie wordt gesteld. Zelfs de hypotheekrenteaftrek door bepaalde coalitiepartijen kun je nagaan. Maar de JSF blijft in beton gegoten. Ik dank de Kamer voor de opmerking in de tweede termijn gemaakt. Ik zal proberen ze zo goed mogelijk te beantwoorden. En dan niet met een algemeen verhaal, maar opmerking een beetje langslopend.
Ik wil bij de heer Van Dijk beginnen, van achter naar voren. Ik heb niet de illusie dat ik hem vandaag nog kan overtuigen. Dat zal ooit gebeuren, maar vandaag in ieder geval niet. Maar ik wil even dit zeggen. Hij zegt, hij verbindt een paar dingen aan elkaar. Hij zegt, het is ongepast in de tijd van economisch malaise over jachtonderwerpen gegaan. Ik maak bezwaar tegen die opmerking. Omdat wat de krijgsmacht doet, is hetzelfde als wat een brandweer ook doet, is zich voorbereiden op iets wat er nog niet is. Juist ook in een economie die in malheur is, waar dus, dan neemt ook altijd andere spanningen toe. Juist dan moet je ook zorgen dat je op het punt van je veiligheid je zaken voor elkaar hebt en rust kunt uitstralen en zelfverzekerdheid kunt uitstralen. Dit kabinet heeft het budget voor de JSF verlaagd. Of voor de opvolgende F-16 moet ik zeggen, verlaagd. Maar daarom probeer ik ook in internationale samenwerking en zo dat soort gaten weer op te vangen. Moeten we nog steeds ons voorbereiden, internationaal gezien, op problemen waar de Nederlandse inwoners, de Nederlandse belastingbetalers, mee geconfronteerd kunnen worden. Nu is het zo, ik heb al gezegd, het kabinet neemt geen definitief besluit over de opvolging van de F-16. Dat het volgende kabinet is aan de orde. Ik heb ook tegen mijn samenwerkingspartner dat ook geduid. Met andere woorden, we hebben nog steeds die vrijheid. Maar dat is iets anders dan dat je ongebreid de vrijheid hebt om alle kanten uit te kunnen dansen op straffen van internationaal als een narren gezien te worden. Voorzitter, het is overduidelijk dat dit kabinet voorstander is van de Joint Strike Fighter. Niemand twijfelt daar. En er is een buitengewoon omstreden keuze. Dat merk je in het land, dat merk je in de Tweede Kamer. En het is steeds met vallen en opstaan besluitvorming. En als je dan ziet dat ook andere landen om ons heen andere besluiten nemen, de uitstel overgaan, of andere toestellen overgaan, dus je ziet dat er alternatieven zijn die goedkoper zijn, voor uitstel kan kiezen, voor updates kan kiezen, dan vind ik het zeer omstreden dat het kabinet rechtuit blijft gaan, weliswaar zijn we alleen over de testtoestellen, maar op een lange termijn weer doorgaan. Snap ik dat niet. En ik heb u ook al eens voorgelegd. Ja, voorgelegd. Ik wil graag een vraag. Dat ik geen voorstander ben van al die onbemande vliegtuigen. Maar je ziet toch onvermijdelijk dat binnen de krijgsmachten in de wereld en een ontwikkeling daar naartoe is. Onbemande vliegtuigen zullen de komende tijd de luchtmacht domineren. En dan kunt u ook de vraag stellen, hoe modern is eigenlijk nog het hele gesprek over deze JSF. Oftewel, hoe achterhaald is het eigenlijk? De minister over het punt van de onderhandelingen. Voorzitter, om op deze vraag voorbereid te zijn, ben ik naar Queens geweest in Amerika om naar onderhandelde vliegtuigen te kijken. En te kijken of de opmerkingen die de heer Van Dijk ik verwachtte dat hij die zou gaan maken, hoe ik die zou moeten beantwoorden. En ik moet u zeggen dat de verwachting die u uitspreekt dat op korte termijn onderhandelde vliegtuigen in de plaats kunnen en hebben van gevechtsvliegtuigen. Dat een misvatting is, dat is niet waar. Maar die JSF komt er ook niet op korte termijn. Om allerlei redenen. De minister. Voorzitter, mevrouw IJsink heeft gezegd dat, heeft nog eens gezegd, er zijn rapporten genegeerd, er zijn fouten gemaakt. Ja, er zijn fouten gemaakt. Ik wil blijven onderscheiden tussen problemen waar men oploopt tegen de opstart van productie en bij het testen, uittesten van de vliegtuigen en de informatie die naar Nederland gekomen is, die te laat gekomen is of niet goed gekomen is. Dat zijn fouten ook in procedures. Dat kleeft aan de toestel, maar zit niet aan de toestel. Dat heeft te maken met Pentagon of met JPO of wat dan ook. Ook trouwens ook met het congres. Want wij hebben natuurlijk met ook in Amerika heb je checks en balances, niet alleen hier. En verschillende spelers zien de publiciteit een rol opeisen. En waarvan ik niet altijd precies kan controleren wat hun mededelingen waard zijn, hoe ik ze moet wegen tegenover anderen. En op welk moment ik u aan de Kamer moet geven. Maar dat gezegd hebben, er zijn inderdaad fouten gemaakt. Ik heb die ook toegegeven. Ik heb ook bij admiraal Vendert dat luid en duidelijk aangegeven dat hoe dat zat en dat we dat niet meer wensten. Ik ga ervan uit dat op dat punt goede afspraken zijn gemaakt. Natuurlijk is het de kunst om daar voldoende draagvlak voor te vinden. Maar dat betekent ook dat aan de ene kant duidelijk toegeven als er fouten gemaakt zijn, probeer het niet te vermijden. Maar ook datgene wat aankleeft, bijvoorbeeld ontwikkelingsproblemen die we tegenkomen, niet uitvergroten en meteen daarop het toestel af te schrijven. Want dat zijn dingen die er ook bij horen. Dus proberen zo transparant mogelijk te zijn. En ik denk, voorzitter, dat ik dat ook probeer. En het zal nooit populair worden. En ik hoop nooit dat er een ramp zal komen waarvan we achteraf kunnen zeggen, goed, dat ze er waren. Dus, maar uitsluiten, ik kan niks uitsluiten, omdat ik al heb gezegd, tot u grote keuze over zit. Het kabinet kan weer weg zijn en dan duurt het misschien.
gebeuren er hele andere dingen. Dus dat, ik geef geen garantie voor de toekomst.